Ik ontmoet via LinkedIn een man van Surinaamse komaf genaamd Mario. We raken in gesprek, want ik ontdek dat hij spreker is, dus hij zou mij beter kunnen leren spreken voor podia. Maar hij wilde aan de andere kant van mij leren, hoe kan ik een video opnemen? Want terwijl hij zeg maar een hele goede spreker is, vond hij toch zeg maar vloggen en dat soort dingen een beetje ongemakkelijk. Zo konden we elkaar aanvullen. Nou, we gingen via Zoom kennis maken en al snel hadden we besloten om elkaars diensten aan elkaar uit te wisselen. Ik zou hem online begeleiden in het maken van video's en hij mij offline in het begeleiden van het worden van een goede spreker voor groepen. Moet je nagaan. Ik, introvert, vaak ook verlegen, mompelde, praat veel binnenmonds. Maar op camera vond hij mij geweldig. Nou, we hebben die coaching sessies. Hij coacht mij, hij begeleidt mij in het worden van een betere spreker. En hij zegt, ik wil dat je elke dag, ik ga zijn Surinaams accent naproberen te doen. Marco, ik wil dat je elke dag, nee, dit is verschrikkelijk. Ik wil dat je elke dag opschrijft hoe je voelt, wat je emoties zijn. Bang, boos, blij of bedroefd. Ik vond het zo'n ongemakkelijke taak. Dus ik word rond 6 uur in de ochtend wakker. Ik sla het over. Volgende ochtend weer wakker. Ik ga niet mijn emoties opschrijven. Wat een raar iets is dat om te doen. Waarom moet ik dat doen? Ik wil beter leren spreken. Dus de volgende sessie met Mario breekt aan. En hij vraagt, hoe ging het, die emoties opschrijven? Ik zeg, niet zo goed. Hij zegt, zullen we afspreken dat jij dat gewoon gaat doen? Want ja, het was toch de afspraak. Jij gaat mij beter maken, ik ga jou beter maken. In waar jij beter in wil worden. Dus oké, okay, volgende week breek ik aan en ik begin mijn emoties op te schrijven. Bang. 7. Dus dat is best wel bang. Boos, 8. Blij, 4. Verdrietig. Nou, ik was 5. Verdrietig. Dus uiteindelijk komt de volgende sessie en ik vertel hem mijn cijfers. En hij zegt, waarom was je bang? Ik zeg, omdat ik financiële uitdagingen heb in mijn leven. Weet je, ik weet niet wat er elke maand in de la komt. Ik moet keihard gaan jagen voor die klanten. Oké. Okay. En wat vind je ervan nu je dat hebt geuit? Ik zeg, ik voel me wel wat beter. Oké. Okay. Dus hij begon met het nut uit te leggen van het noteren van je emoties. Hij noemde het check-in met jezelf, bij jezelf. Want het is makkelijk. Hè? Ik denk heel veel. Ik ben een denkende introvert. Die denken superveel. En als ik dat dan zeg maar niet uit, nou, dat is een uitdaging. Maar als ik dan niet een check-in doe bij mezelf, hè, maar wat vind ik van wat ik nu allemaal aan het denken ben vandaag de dag? Ik zat er zo in, hè. Ik zei tegen Mario, luister, mijn gevoelens, net als wolken, ze komen en gaan. Sorry, mijn emoties, ze komen en gaan. Dus waarom zou ik ze serieus nemen? En hij heeft me op zo'n mooie manier uitgelegd dat het wel belangrijk is dat je ze erkent. En daarna kan je weer gaan denken, hé, maar wat ga ik doen met die emoties die ik ervaar? In plaats van vooraf denken al je emoties af te sluiten. En dit heeft allemaal te maken met het topic van deze video. En dat is keuzes maken. Ik moest elke dag de keuzes maken van Mario om mijn emoties te noteren. Bang, boos, blij of bedroefd. En welke cijfer ik voelde te hebben bij een bepaalde emotie. Waardoor ik meer in lijn begon te zijn met mezelf, met wie ik ben. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat de mens meer in lijn is met zichzelf wanneer hij het denken en voelen goed combineert. Breinexperts die zeggen het. Breinexperts zeggen, er was laatst een therapeut. Een interview op YouTube, super interessant. Even zijn naam kwijt, maar hij was in gesprek met rapper Skaffa. En rapper Skaffa die heeft heel veel meegemaakt. Dat is iemand die kwam op zijn 9e of 10e levensjaar vanuit Rusland naar Nederland, was die gevlucht. En hij is dus een hele goede Nederlandse rapper geworden. Hoi. En er was een therapeut met hem in gesprek, weet je. En ik zag die therapeut, dat bleek dus Mario ook gedaan te hebben met mij. Die vroeg hem van, weet je, welke emotie ervaar je hierbij? Dus het heeft een therapeutische werking ook. Oftewel, je verwerkt de dingen die je meemaakt op een dag. En als je die niet verwerkt, worden ze opgekropt. Nou, wat gebeurt er wanneer ik mijn emoties opkrop? Ga ik schreeuwen, ga ik gekke dingen doen? Maar in dat interview met die rapper Skaffa kwam dat ook naar boven. Dus dat was een mooi herkenningspunt. Keuzes maken is soms zwaar. Misschien kijk je deze video via je laptop of je pc. Als dit het geval is, ook al kijk je misschien toch via mobiel, maar als je het via pc of laptop wel eens dit soort video's bekijkt, dan heb je toch heel veel van die tabbladen op het internet openstaan. Je was even op YouTube, even ging je Google iets bekijken, misschien zat je op Amazon of bol.com, had je een leuke bestelling gezien, dan heb je heel veel tabbladen openstaan. En ik denk dat dit het simpel verhaal is, die heb je misschien al een miljard keer gehoord. Als je in je leven te veel tabbladen onverwerkt open laat staan, en blijven ze op de achtergrond aan je processor draaien en energie zuigen. Elk zo'n tabblad, kan je voorstellen, is een
emotie die je nog niet verwerkt hebt, die je open hebt staan. Pas als je hem sluit, omdat je hem hebt dus erkend, hey, ik was even boos, dan sluit je het tabblad, heb je mindere tabbladen over en dan ga je je beter voelen. Maar de zeg maar gedemotiveerd zijn heeft te maken met dat ik niet de keuze maak om tabbladen af te sluiten. Hey, ik was in het verleden boos om iets of bang om iets of blij om iets of verdrietig om iets en ik heb er niks mee gedaan. Dus ik raak heel erg in mijn leven gedemotiveerd als er heel veel emoties nog zijn die ik niet verwerkt heb, omdat ik bepaalde keuzes nog niet in mijn leven heb durven maken. Dus het hebben van te veel keuzes is dan mijn conclusie voor mijn leven. Misschien haal jij daar ook iets uit voor jouw leven. Is maak de keuzes gewoon. Laat niet te veel keuzes openstaan. Oké, terug naar vandaag de dag. Ik wil met mijn neven, met twee neven die wonen in Dordrecht, wil ik naar een Mario film gaan. Toen ik dronken was op de verjaardag van mijn zwager, en zij waren er ook, heb ik hen voorgesteld om naar de Mario film te gaan. Nou, de volgende dag werd ik wakker met de kater, dacht ik, oké, shit, ik heb het beloofd. Ik beloof altijd dingen als ik dronken ben, ik drink niet vaak. Elk half jaar, een paar keer. Oké, maar maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb de belofte gedaan, dronken of niet. Dus ik heb de twee neven in een groepsapp toegevoegd en gezegd, wanneer gaan we naar de Mario film? Dat was 2 weken geleden nu ongeveer. En nu weet ik, oké, ik heb nog steeds een tabblad openstaan. Dat is ook weer iets emotioneels, hè? De band die je hebt met je familie of met je neven. Dat is belangrijk voor mij. Ik waardeer ze. En het is leuk om met hun band weer verder op te bouwen vanuit onze... Zeg maar, zij zijn veel ouder dan ik, hè? Midden 35 en ik midden 20. Maar ik wil met hun naar de Mario film gaan in de bioscoop. En nu staat het tabblad open van dit doen. Dus de keuze maken. En ik heb meerdere van dit soort keuzes. Ik wil nog met een vriend afspreken. Ik wil dit, en doe maar dat en doe maar dat. Het draait allemaal om kleine. Hè? Welke emotie heb je? Check in bij je emoties. Oké, vandaag ben ik blij. Ik voel me een 9. Ik heb een cijfer 9 aan mijn emotie blijheid gekoppeld. Waarom voel ik me blij? De keuzes maken dat ik weet hoe ik me voel vandaag. Maar ook de keuzes maken om een afspraak na te komen. Dus laat, is heel simpel is de boodschap, laat niet te veel tabbladen in je leven openstaan. Dat zijn of onverwerkte emoties. En ik raak persoonlijk heel gedemotiveerd als ik nog heel veel keuzes te maken heb. Het voelt als een grote berg die ik nog moet opklimmen, terwijl hier voor me al de volgende stap staat en ik gewoon niet de volgende stap durf te nemen om hoger op te komen. Misschien klopt de beeldscherm braak, misschien klopt die niet, maar hak de knoop door. Des te minder, dat is simpel, hak de knoop gewoon uiteindelijk door. Des te minder keuzes ik overhoud in mijn leven, des te minder gedemotiveerd ik ben, want ik hoef minder keuzes te maken. Oftewel, er is meer ruimte en vrijheid om te doen wat ik wil. Like, abonneer en tot de volgende keer.